Rick Brandsteder, die vorig jaar bijna een maand in een afkeekliniek in Zuid-Afrika verbleef vanwege zijn chronische alcoholverslaving, is recentelijk gespot terwijl hij wijn dronk. Volgens bronnen heeft hij zelfs meerdere flessen wijn besteld. Dit roept vragen op of er mogelijk sprake is van een terugval. Rick liet eerder weten dat hij zich goed voelt en het hoofdstuk televisie na 17 jaar heeft afgesloten. Desondanks is hij onlangs gezien terwijl hij wijn dronk, meldt juist zijn op Instagram. In eerste instantie zat Rick daar alleen aan een glas wijn, staat er te lezen. Uiteindelijk schoven er twee vrienden van Rick aan en werd er volop gedronken en flessen wijn besteld. Niet heel handig als je net uit een kliniek komt. Hopelijk voor Rick valt hij niet te vaak terug in dit soort oude gewoonten. Zijn moeder Yvonne bevestigde eerder dat Rick bij haar woont en zijn huis wil verkopen. Rick vliegt regelmatig naar Spanje en lijkt Amsterdam te vermijden vanwege verleidingen. Een mogelijke terugval wordt met zorg bekeken door zijn omgeving. Het is opmerkelijk dat Rick, na zijn verblijf in de afkeekliniek en het afsluiten van zijn tv-carrière, toch weer wordt gezien terwijl hij alcohol drinkt. Het roept vragen op over zijn herstel en de mogelijke invloed van oude gewoonten.